Ik ben hier op een fabrieksterrein in Veenendaal. Midden in de stad, kijk, daar ligt de stad. En ik heb een ei bij me. Want 25 jaar geleden ontbeet ik elke morgen met een gekookt eitje of een beschuitje of een gebakken eitje. En toen kwam ineens de overheid die zei, hou op! Want eieren, dat zijn cholesterolbommen. Daar ga je dood van. En toen mocht ik van de overheid nog maar één ei in de week eten. Anderhalf jaar lang heb ik dat dieet gevolgd. En toen zei de overheid, oeh, bij nader inzien. Niks aan de hand, Henk, je mag er weer drie per dag eten. Dit was dus een cholesterolbom. En wat blijkt nu, ik ben er pas achter gekomen, cholesterol wordt hier in Veenendaal gemaakt. En is een uitermate nuttig product, dus niks gevaarlijk. Oei. Ik ben Henk. Hey, Michiel Snow. Michiel, jij werkt hier in een fabriek die cholesterol maakt. En dat gebruiken jullie voor dingen. Is cholesterol nou gevaarlijk of is het dat niet? Nou, dan moet je eerst iets weten over cholesterol zelf. Waar het voor is, waar het voor gebruikt wordt. Je lichaam bestaat uit een heleboel cellen. Ja. En die cellen die hebben een celwand. Ja. Met een netwoord heet dat celmembraan. Ja. En die membranen die laten stoffen toe en die laten stoffen af. Okay. En cholesterol heeft een functie in de stevigheid van die cel, dus het zit in dat celmembraan. En dat is een heel belangrijk aspect, want als je dat niet zou hebben, dan zou je als een plumpudding in elkaar zitten. Oh, dus zonder cholesterol zijn wij een heel slapper. Wordt het okay. Dat is één. Ja. En het tweede ding is, cholesterol wordt gebruikt als grondstof voor in je lichaam voor het bereiden van een aantal hormonen. Ja. En dat zijn dan bijvoorbeeld testosteron of oestrogeen. Nou, dat zijn welbekende hormonen. Wat doen die? Die zorgen voor het verschil tussen man en vrouw. Oh, dus zonder cholesterol geen verschil tussen man en vrouw. Heel juist. Oei. Dat is een belangrijk aspect van cholesterol. Dus denk niet dat het alleen maar slechte kant heeft, want ik weet echt wel waar je op doelt. Maar het heeft ook een belangrijke functie in het lichaam. Ja, ja. Maar waar gaat het dan soms fout? Als je een verhouding hebt die niet klopt, bijvoorbeeld jij hebt een afwijking op de een of andere manier, je sport niet of je rookt heel veel of wat dan ook, dan krijg je in je vaten mankementen. Dan zitten er in die vaten littekens bijvoorbeeld. En daar kan dat cholesterol zich makkelijk op afzetten. En dan krijg je dichtslippende bloedwaten. Dan krijg je inderdaad... En dan moet je pilletjes gaan slikken om dat allemaal weer... Ja, maar in principe is het dus zo, als ik het mag samenvatten. Cholesterol is absoluut noodzakelijk om als mens te kunnen functioneren. Ja. Je hebt twee soorten. En als de foute soort als gevolg van een lichamelijk gebrek zich in je bloedvaten nestelt... En problemen moet je pillen slikken. Ja. Vat ik het zo goed samen? Ja. Oké. Okay. Waar maken jullie dan hier cholesterol voor? Want het lichaam doet het er allemaal zelf in principe. Ja, dat klopt. Maar de cholesterol die wij maken is in principe niet voor het innemen van cholesterol. Maar voor het bijvoorbeeld het omzetten van die stof tot vitamine D. Het is de grondstof voor de bereiding van vitamine D. Ah, en gebruik je het nog meer voor? Nou, je hebt bijvoorbeeld, je kunt het gebruiken bij shrimps, bij garnalen. Als je een garnaal neemt, nou, dan kun je dat toevoegen, de cholesterol. En het effect is dat die dan, nou pak een beetje twee keer zo groot wordt. Dus in plaats van zo'n garnaal, heb je dan zo'n garnaal. Dus dan zit er meer vlees aan en dan heb je dus meer winst uit jouw garnaal. Ja, maar is het dan niet zo dat die garnaal een beetje uit zijn voegen gegroeid is en eigenlijk grotendeels uit troep bestaat? Nou, nee, het is echt het groeien van een garnaal. Dus het is een goede garnaal, maar hij wordt alleen een stuk groter. Oké, nou, ik heb trouwens een hele coole bril op. Dat is omdat het een productieomgeving is en dan moet je altijd standaard een bril op. Jullie zijn trouwens... Er zijn maar drie fabrieken op de wereld die het maken. Dat en klopt. Een ervan staat hier in Veenendaal. Dat klopt. Dus jullie bedienen de hele wereld met jullie producten? Ja, dat klopt. Hoe maken jullie dat spul? De cholesterol die begint eigenlijk bij het schaap, bij wolvet. Hé? Wolvet. Van een schaap? Ja. Het vet wat op het wol van een schaap zit? Ja. Dat wol moet gewassen worden. Ja? En dat waswater dat bevat een bepaalde hoeveelheid wolvet.
Ja. Dat is eigenlijk een afvalproduct van de wolproductie. En dat afvalproduct, dat is onze basis. Dus jullie hebben hier ergens een gigantische hoeveelheid van dat spul schapenwol? Staan. Of hebben jullie alleen dat schapen... waswater. Wij hebben dat waswater. Kun je dat zien? Ja, dat kunnen we wel even zien. Ja? Het is kokend heet. Dus dit is het afwaswater van schapenwol. Dit is het materiaal wat we als grondstof gebruiken en dat komt uit wolvet. Het is verdund spul. Wat we willen is de cholesterol scheiden van de rest. Ja. En nogmaals, dit is de eerste stap waarin het vrijgemaakt wordt. Ja. En daarna gaat het in allerlei ketels en tanks en schoonmaakprocedures om het maar zo schoon mogelijk eruit te krijgen. Het regent een beetje. Ja, we zien het, maar we hebben een ploeg. Oh. Zo. Dan gaan we één trap omhoog. Oké. Michiel, ik zie hier 1, 2, 3, 4 vaten en daar nog een liggend vat. Ja. Wat gebeurt hier? Nou, hier gebeurt eigenlijk een heel belangrijke stap voor ons. Dat is de chromatografie. En wat is dat? Dat is dat je het product, wat nog niet helemaal zuiver is, dat breng je op een soort zand. Heel fijn, speciaal zand. Ja. Dat wordt dan door dat zandbed heen getrokken. En de stoffen scheiden zich op dat bed. Dus het laatste beetje vuil, tussen aanhalingstekens... Ja. Wordt eruit gezuiverd. Yes. Ja. En dan haal je de pure cholesterol over. Ja. Hey, maar ineens schiet me te binnen. Jullie staan hier in Veenendaal, deze fabriek. Ja. Hoe lang staan jullie al hier in Veenendaal? We zijn hier al vanaf 1950 gesitueerd. Dus een kleine 70 jaar. Het is begonnen met een wolfabriek die aan de andere kant van de weg staat. Omdat wij het afvalproduct van de wolfabriek gebruiken als grondstof, was het makkelijkste om aan de andere kant van de weg onze fabriek te plaatsen. Dus jullie zijn niet zomaar ergens gaan staan, maar jullie zijn echt dicht bij de grondstoffenleverancier. Dus als ze hier geen schapen hadden gehouden, hadden jullie niet in Veenendaal gestaan. Het was niet zozeer dat de schapen hier waren, maar de wolfabriek, Scheepjeswol, die zat aan de andere kant van de weg. Ik heb er truien van. De Scheepjeswol stond en die leverde jullie basisgrondstof. Ik snap hem. Ja. Dus zo trekt de ene fabriek de andere aan. Precies. I know I'd go from rags to riches. En je moet je voorstellen, het proces is eigenlijk niets anders dan het zuiveren van het product. En daarbij worden de oplosmiddelen bijvoorbeeld weer opnieuw ingezet. Zodat je niet verlies aan oplosmiddelen hebt. Want dan zou dus je gebruikt ze, dan vang je die weer op en die gebruik je dan opnieuw. Ja, ja, ja. En daarbij worden de oplosmiddelen bijvoorbeeld weer opnieuw ingezet. Zodat je niet verlies aan oplosmiddelen hebt. Want dan vang je die weer op en die gebruik je dan opnieuw. Ja, ja, ja. Als je die splitsing hebt gedaan, wat ik je net vertelde in die fabriek. Dan krijg je het stukje cholesterol, maar je hebt ook nog, na de zuivering, hou je een restfractie over. En dat noem je lanoline alcohol. Dat zijn cholesterolachtige producten, maar niet de cholesterol zelf. Okay. En die wordt ook gebruikt, die wordt ook verkocht. Oh, en waar gebruiken ze dat dan voor? Dat is een, bijvoorbeeld, het voelt allemaal heel lekker aan. Dat wolvet, dat heeft, als je dat voelt, dan is dat een heel zacht materiaal. En dat kun je bijvoorbeeld gebruiken voor leerlooierij. Oh, om leersoepel te maken. Om leersoepel, ja. Maar je kunt het ook gebruiken in de cosmetica, voor in je haar bijvoorbeeld. Ook daar. Serieus, als je in de cholesterol variant in brilcreme. Dat klopt, ja, dat kan. Ja. Dat is mogelijk. Ook in zalven, want ook daar heeft het een lekkere zachte... Het is gewoon lekker spul wat dat betreft. I know I'd go from rags to riches. Nou. En wat zie ik hier nou? Ik denk, dit zijn de vaten waar de cholesterol in verpakt wordt. Ja? En die cholesterol, dat ziet er
zo uit. Dat als je tegen mij zou zeggen, dit is suiker, had je ook geloofd. Nou, daar lijkt het wel een beetje op, maar het is wel wat dunner, meer gemalen. En ik moet denken dat ik er een schepje van in mijn koffie kon gooien. Nou, dat mag. Okay. Dan zou dat geen kwaad kunnen? Nee. Wat je eigenlijk zegt is, dit nou gevaarlijk om gewoon op te eten? Natuurlijk zit er een bovengrens aan, met alles. Ja. Te veel water ga je ook aan dood. Maar je lichaam pakt het op en voert het weer af. Dus gewoon via de fecaliën, deftige woord voor poep, komt het eruit, niks aan het handje. Klopt. Oké, helder. Will I go from rags to riches? My fate is up to you. Kijk, een Scheepjeswol. Ja, klopt. Dat zit nog steeds tegenover jullie. Ja, dat klopt. Scheepjeshof heet het. Oh, de naam is veranderd. Ja, dit is een winkelcentrum geworden. Ja, dus je kunt je voorstellen, omdat wij aan deze kant van de weg zitten en Scheepjeshof aan de andere kant, dat we heel veel moeite moeten doen om ervoor te zorgen dat niemand last van ons heeft. Ja. Maar dan bedoel ik dus niet qua giftigheid of zo, maar ook qua geluid, stank, al dat soort dingen. Dus jullie staan midden in de stad, hè? We staan midden in de stad, ja. De stad maakt een groot verschil. Het is wel typisch Veenendaals weer, hè? Ja.